We zijn hier op de afdeling van het fertiliteitscentrum van het Jessa ziekenhuis. En wij behandelen de mensen die een zwangerschapswens hebben, maar die niet spontaan zwanger worden. Wij komen eigenlijk vrij snel als zorgverlener aan bod. En dat begint eigenlijk al bij het inboeken van de afspraken voor de patiënten. En vanaf het moment dat de dokter dan weet wat er met het koppel aan de hand is en er een behandelplan uitgestippeld is, dan gaan wij eigenlijk de patiënten van A tot Z begeleiden. Dit is zowel administratief als bijvoorbeeld het aanleren van inspuitingen, als de psychologische opvang. Dus we zijn eigenlijk de tussenpersoon van de patiënt naar de arts. We hebben eigenlijk vooral een heel grote emotionele taak in onze job. De mensen die bij ons een traject opstarten, hebben dikwijls al een hele lange weg achter de rug. Waardoor dat je voelt dat ze eigenlijk emotioneel heel fragiel geworden zijn. Dus het is voor ons wel heel belangrijk dat wij een psychologische ondersteuning kunnen geven aan deze patiënten. De behandelingen die wij hier bij ons in het fertiliteitscentrum doen, dat gaat van de meest eenvoudige behandeling en dat is timed coitus, gelijk wij het noemen. Dus wij volgen eigenlijk de vrouw op tot aan de eisprong en dan is de bedoeling dat zij thuis verder hun werk doen als inseminatie met het sperma van de partner of van een donor als de meest invasieve techniek en dat is dan de IVF of de ICSI-behandeling. Als stagiair is het hier heel fijn stage lopen, vooral voor de veelzijdigheid van de job. Dus jij loopt zowel met ons mee, de vroedvrouwen, als met de artsen. Dus er is een administratieve ondersteuning waar dat jullie aan kunnen meehelpen, als technische ondersteuning, dus het assisteren van de vroedvrouwen bij de ingrepen die er te doen zijn. Dus dat zijn inseminaties, hysteroscopies, pick-ups. Maar ook, wat heel interessant is voor de studenten, is dat je bij de dokters kunt meevolgen hoe dat eigenlijk zo een volledig traject in zijn werk gaat. Het grote verschil om als vroedvrouw bij ons te werken of op een kraamafdeling bijvoorbeeld of een verloskamer is eigenlijk het contact met de patiënten dat je opbouwt. Dus dikwijls bij een bevalling heb je een heel intens maar kort contact. Hier op de dienst fertiliteit heb je dikwijls een contact wat maanden, soms jaren duurt. Dus je bouwt echt wel een heel fijn contact op met patiënten. Heel dikwijls worden de patiënten hier ook gewoon met de voornaam genoemd. Dus het is een heel nauw patiëntencontact, wat voor mij heel veel voldoening geeft aan mijn job. De meeste voldoening wat dat je uit deze job haalt, is enerzijds wat dat je betekent voor patiënten, de ondersteuning die je geeft aan patiënten en uiteindelijk, of het lukt of niet lukt, zijn patiënten heel dikwijls dankbaar voor alles wat dat je gedurende het hele traject hebt kunnen bieden. Het belangrijkste voor ons is dat de mensen, zowel als het goed loopt of fout loopt, het gevoel hebben kunnen geven van we zijn er geweest voor hen, we hebben hun kunnen ondersteunen. We zijn een luisterend oor geweest en we hebben hen kunnen helpen in goede en slechte tijden.